Hey oma. Hey Lydia. Hallo lieverds. Hoe gaat het? Goed. Ik ga je vandaag een verhaal uit de Bijbel vertellen. En misschien ga ik soms wat aan je vragen. Is dat goed? Ja. Dit is Lydia. Dat is mijn kleindochter. En ik hou heel veel van haar. Lied. Heb jij een vriendin? Ja. Geweldig. Hoe is het om een vriendin te hebben? Leuk. Hoe komt het dat het leuk is? Want anders heb je niemand om te spelen als je in je eentje bent. Oh. En dan kan je vriendinnen maken. Fantastisch. Nou, ben je er klaar voor? Oké. Abraham, denk jij dat ik nog een kind zal krijgen? Zelf denk ik het eigenlijk niet, want ik ben al heel oud en oude vrouwen krijgen geen kinderen meer. Nee, ik ook niet. En alleen jonge vrouwen kunnen kinderen krijgen. En ik ben al 90. Nou, zegt Abraham, maak je maar geen zorgen, Sarai. De Heere God heeft het beloofd en wat de Heere God zegt, dat is waar. Dat is het allerbelangrijkste. En kom, we gaan slapen. Morgen moet ik weer vroeg uit bed. De volgende dag, als de zon opkomt, is Abraham al bij de dieren. Om te kijken of alles goed gaat. Opeens hoort hij een stem. Abraham, Abraham, ik ben het, God. Goedemorgen, God, zegt Abraham. Wat fijn om van u te horen. Hoe gaat het met u? Goed, zegt de Heere God. Het gaat goed met mij. En ik wil je zeggen, Abraham, je bent altijd zo vriendelijk tegen de mensen. En je werkt zo hard. En dan vraagt de Heere God, ik wil graag vrienden met je worden, Abraham. Denk je dat Abraham dat wil? Ja. Abraham zegt, nou, wat een eer. Heere God, dat ik vriend met u mag zijn. Nou, dat wil ik heel erg graag. Kunnen we leuke dingen doen? En dan zegt de Heere God, Abraham, en ik ga je nog iets zeggen. Dit hele land is voor al jouw kinderen en kleinkinderen. Ik heb het je beloofd. En het is echt voor al jouw nakomelingen. En? Ik wil je nog iets zeggen. Je krijgt kinderen. O, Heere God, wat fijn dat u dat nog een keer zegt. Want ik wil het ook heel graag. En we wachten al zo lang. Maar ik geloof u. En, zegt de Heere God, er is nog iets. Vanaf nu geef ik je een andere naam. Een andere naam? Ja. Vanaf nu heet je Abraham. Niet meer Abram, maar Abraham. En je vrouw krijgt ook een andere naam. Vanaf nu heet ze geen Sarai meer, maar Sara. En ze wordt een hele belangrijke vrouw. Je lacht een beetje bij Sara. Is er iets wat je wil zeggen? Ken je iemand die zo heet? Ja, mijn vriendinnetje. Echt? Leuk lieverd. Nou, Heere God, ik vind het wel prachtig klinken. Abraham en Sara. Nou, dank u wel, God. Als de Heere God weg is, wil hij het heel snel vertellen aan zijn vrouw. En hij rent naar huis. En uit de verte roept hij al, Sarai, Sarai. Sarai komt naar buiten. Wat is er aan de hand, Abraham? Abraham, zegt ze nog. Nou, de Heere God heeft iets aan mij verteld. En het is al de vijfde keer, hè? Dat de Heere God heeft gezegd dat wij kinderen zullen krijgen. En, nog iets anders. Ik heet niet meer Abraham, maar Abraham. En jij hebt ook een nieuwe naam gekregen. Je heet niet meer Sarai, maar Sara. Oh, lekker kort, zegt Sara. Jouw naam is langer geworden.
En mijn naam is korter geworden. Ik vind het wel leuk klinken. Abraham en Sarah. En heeft de Heere God nog meer verteld? Nou, de Heere God zei ook dat dit hele land voor onze kinderen is. En voor onze kleinkinderen. De Heere God zei zelfs het woord nakomelingen. En hij vroeg aan mij. Hij zei dat hij graag vrienden wil worden met mij. Oh, zegt Sarah. Wat een verrassing voor je. Je houdt zoveel van de Heere God. Ja, en wat vind je er verder van? Wat er allemaal is gebeurd? Nou, zegt Sarah, ik vind het wel echt leuk dat ik een andere naam heb gekregen. En ik ben er ook blij mee. Want ik heb hem van de Heere God gekregen. Maar ja, kinderen krijgen, ja, vind ik toch moeilijk hoor om te geloven. Ik ben echt al heel oud. Ik zie er ook heel oud uit. Nou, zegt Abraham, lieverd, geloof het maar hoor. Want wat de Heere God zegt, is het allerbelangrijkste. En krijgt ze een kind? Echt? Serieus? Ja. Enig. Zal ze blij geweest zijn? Ja, heb je goed geluisterd? Nu sta je op de film. Ja, serieus? Zullen we eens kijken? Doeg! Doeg! Lieverd? Doeg!